Goedenavond. Ja, het is echt geweldig mooi zomers weer. De temperatuur die is vandaag opgelopen tot ruim 25 graden binnen de bouwde kom. En de wind die waaide zwak tot matig uit de oostelijke richting. Nou, komende avond en nacht dan gaat die temperatuur dalen naar een graad of 15 naar 16. Dat is een beetje afhankelijk ook van de bewolking. Komende nacht is er wel wat bewolking. En hoeveel dat zal zijn, dat is dus even afwachten. Nou, is er minder bewolking, dan koelt het verder af. En anders kan de temperatuur zelfs bij de 17 en 18 graden blijven steken. Goed, weinig wind vannacht verder. Morgen overdag dan draait de wind wat naar het noordoosten. Is zwak tot matig van kracht. Dan 28 à 29 graden. En ook weer zon overgoten. Nou, de dagen daarna dan is het minder warm weer. Dan lijkt het toch wat af te koelen. De buiigheid lijkt heel erg mee te vallen. Temperatuur die daalt richting de 4 à 25 graden. We hebben woensdag nog wel te maken met een aardig warme dag. En er zal ook wel meer bewolking zijn en een enkele kans op een bui. Maar het lijkt er dus op dat we in juli in ieder geval uitgaan terwijl het vrij droog is. Nou, dat is nog heel even afwachten. Maar goed, in ieder geval de komende dagen nog erg warm en echt heel warm en behoorlijk zomers. De dagen daarna iets meer bewolking en een graad of 4, 25. Maar wat mij betreft heerlijk zomerweer. Geniet ervan, een hele fijne dag.